Dit is de Diamantroof, waarin de gasten van Smoor het deze week opnemen tegen Onnedy. Onnedy, de special agent, heeft de opdracht de diamant te beschermen en eerder bij de diamant te komen dan de rovers. Smoor. Via porto's, opdrachten en hints kan de kist waar de diamant in verborgen ligt worden gevonden. Vandaag vindt de roving plaats bij het stadion van de kampioenen van Nederland, PSV. Wie als eerst de bal via de hindernissen bovenaan het bord krijgt, mag beginnen aan de roving van de diamant. Onnedy is enorm geconcentreerd. De kant waar je aan het recht gaat, die gewoon op. Kijk, Niels in hoofd. Nee, niet doen. Oh, god. Jij bent een risky motherfucker. Oké, maar hoe kom ik nu om... Dit lukt niet, toch? Nee. Smoor is er bijna. Ja, bijna. Ja. Mis! Wat doe je? Fucking out there! Jammer, Smoor, herkansing. Hoe ver is Onnedy? Dit gaat toch niet? Jongens, help. Oh. Hij was helemaal boven en hij valt eruit. Maar dat doet hij te snel. Maar dit is onmogelijk. Dit is niet onmogelijk. Rustig blijven en concentratie. Ik kan alleen maar in één lijn omhoog. Oh, hier was wat voor hè. Niets meer aan. Ja, ik kan dit toch gewoon niet. Yo, verneuk het niet hè. Doe het goed. Kijk ze voor rustig maat, rustig. Smoor is boven. Wij krijgen misschien wel met de pas. Wie van jullie kan het hardst rennen? Ja, de meeste conditie. Ja, dan nemen we alle drie mee. Zelfvertrouwen, voorop, hoppa. Oké, Team Smoor. De eerste sleutel naar de porto zit in een ballon in de kleedkamer bij de spelerstunnel. De rode ballonnen zijn voor jullie, de witte voor Onnedy. Spelerstunnel, witte ballonnen, sleutel vinden daar. Oké, ja. Op richting de spelerstunnel, gasten. Spelerstunnel. Kunnen wij hier vandoor? Nee. We moeten er al over. Hey! Ah, die dingen. Kun je er echt niet door, is dat zeker? Spelerstunnel aan die kant. Ja? Zullen we die kant op? Ja, we lopen die kant. Ah, aan deze kant. Ja, hoe ver ben jij onder die? Ik dacht dat de bedoeling was dat ik aan je handvaartje zat. Nee! Yes. Ik kom nooit voetbal, wat de fuck, waar is die spelerstunnel? Ja, hier naar links. Ik weet wat het is, ik ben hier ooit geweest. Naar links. De spelerstunnel, dat is naar links. Oké, nou jongens, ik ben er ook bijna. Hotskee. Nou, ik kan verder. Waar moet ik heen? Oh ja, dit is mevrouw met het kaartje. Alsjeblieft. Moet ik er... Onnedy, de eerste porto met aanwijzing vind je in een witte ballon in de kleedkamer. Bij de spelerstunnel. Spelerstunnel? Oh ja, belangrijk detail. De gasten van Smoor zitten deze roving aan elkaar vast om het extra lastig voor ze te maken. Hand in hand. Oh jee. Ah, dit ding gaat steeds strakker zitten. Ja, dit is gewoon kut. Kijk dan. Ja, dan moet je niet aan zitten. Je moet er gewoon vanaf blijven. Je moet gewoon rustig. Dat is precies. Ik heb gewoon vriend nog. Hey, wat is dit nou weer? Spelerskamer. Hey, hou handen vast. Dat is fucking slim. Ja, die mag niet. Ah, niet normaal. Ja, hey, ik zeg toch, pak die handen vast. Dan heb ik geen last van. Nee, ik kan je handen vastpakken. Ja, dan niet. Dan moet je niet janken. Ah, dan moet je niet janken. Hey, Ivo. Ja, je hebt een jankertje. Hey. Ja. Nee, niet deze, andere arm.
Hij gaat hier gewoon aan mijn ding lopen terug. Op deze manier wordt het nog een lange weg voor jullie jongens. Gelukkig is Onnedi iets mobieler. Wel, het is niet de spelerstunnel, maar wat nou als we hier doorheen gaan? Dan komen we daar misschien wel terecht, toch? Ja, ik... Kan dat? Lijkt me niet. Gaan we hier doorheen in ieder geval? Nee, waar niet opschiet. Je mag niks zeggen. Ja, wanneer je opschiet is slow lopen. Kijk, mijn pols gaat er ook helemaal kapot aan. Hier, kijk, gewoon langs elkaar, hoppa. Ja, maar dat gaat daar niet. Daar zit je in de rij. Dus dan moet je even over nadenken. Denk door na. Jullie zeggen dat het hier is, de spelerstunnel. Kijk, ik weet niet wat het is. Jullie zeggen dat dit de spelerstunnel is. Ja, hier staat de kist. Nu al. Maar we moeten ballonnen hebben. Witte ballonnen. Nee, je moet een sleutel hebben voor witte ballonnen. Oh, jeetje. Weet u waar de spelerstunnel is? Waar ik die kan vinden? Echt. Oh god. Maar misschien in de kleedkamer. Zullen we hier rechts even inhalen? God, ik ben helemaal... Ik hou helemaal niet van rennen, man. Ik heb helemaal geen conditie, ik heb niks. Oké, is dit het dan? Ze is aan het openen. Wacht, even. Ah. Even goed doen, wacht. Oh, we zitten wel goed. Ja, daar is niet, dat is een van de bioscoop ofzo, dat kan het niet zijn. Oh, rustig, niet aan het trekken, het spelerstunnel. Ja, het stadion. En iedereen die tegenkomt heeft geen idee wat waar is. Maar ik zit in ieder geval hartstikke verkeerd. Ja, gast. Ja. Maar er zijn toch twee spelerstunnels? Nee, er is maar één. Hoezo? Die spelers komen toch allemaal uit één tunnel? Alle spelers komen uit één tunnel. Ja, ik kijk geen voetbal. Ja, ik kijk ook geen voetbal. Lekker slim, Niels. Weten jullie waar de spelerskamer is? Ja, waar ik die kan vinden. Dan ga ik de volgende ingang naar binnen. Oké, dus hier. Ja, in verder. Mag ik hier niet in? Nee, deze ding in verder. Onnedi, probeer eerst het stadion in te komen. Oké, nou dankjewel. Het is een van de dek, dat kan niet zijn, daar is iets aan de hand. Ja jongens, spelerstunnel. Ik heb hier echt een vraag voor. Gewoon niet. Ik moet gewoon echt dom te kijken, want we zitten hier 100% goed. Het is al meerdere malen bevestigd. We moeten gewoon echt even hier misschien een deur open doen of zo. Want ik weet niet, we zitten er ook goed. Er zit ook een sleutel aan. Ja, er zit ook sleutels aan. Ja, maar nu weer. Materialenman, kunnen we daarin kijken? Ah, de materialenman. Weet je waar ik de spelerskamer kan vinden? Ja. Ja, mag je even. Ja, je moet eigenlijk pas hebben nodig om de deur door te komen. Oh, die heb je al. Ja. Dan mag je hiernaast. Links. Ja, zeker. En dan rechts. Nee, top. Bedankt. Zo waar je naar alle kanten. Ja, rustig, niet trekken. Ja, maar waarom ga je ook even? Ja, omdat dat heel veel strak zit. Bullshit. Hey. Okay. Team Smoor is als eerste in de kleedkamer. Ergens in de rode ballonnen zit hun sleutel. Tegenaan als het zwaar is, weet je dat het een sleutel is. Weet je waar de kleedkamer is? Links. Sorry. Ik voel me echt als een taal. Super bedankt. Jongens, jullie trappen de ballonnen van Onnedi kapot. De rode zijn voor jullie. Ivo, Niels, de rode. Hé, hey, de rode is gekomen. Oh. Lekker slimme tactiek dit. Onnedi heeft meteen raak en vindt de eerste sleutel. Oh my god. Nee! Dit is Dionne. Hallo?
Scam City hier. Scam City. Ja. Waar zitten alle sponsoren? Er ligt geen sleutel, kan ik jou vertellen. Het staat er. Derde etage, vierde etage. Hoe kom ik daar? Ja, daar. Oké. We gaan daarheen. Derde, vierde etage. Ja, hier ligt al... Hier ligt wel een porte. Ja. Maar ik weet ook niet waar die sleutel is. Waarom is... Ja, we moeten witte ballonnen en een sleutel. Nou, ik stamp alle witte ballonnen kapot en er zit geen sleutel in. De rode Ivo. Waar dan? Waar is de lift? Links van je, Dionne. Heeft iemand? Hé, hey, misschien heeft zij onze sleutel gepakt en ze die zag liggen. Moeten we die rode... Stamp die rode kapot, kom. Smore heeft de sleutel. Ja, kijk hoe klein dat is, dat zie je niet. Ah. Hier, snel, open up. Open up. Doe niet! Ja, jongen, luister, jij mag niet klagen, je hebt maar één, ik heb hier twee. Ja, nou, niet zo janky jij. Yo, Team Smore, hier was de volgende tip. Deze kant op. Op zoek naar iets wat lijkt op een zwart doosje, denk ik. Ja. Holy shit. Ja. Oh, het gaat fucking goed. Ik moet een rekensom oplossen. Hey, dat staat shit, dat is toch wel wacht, dat staat op het ding. Spelers home per centrum vergaderen, wij verwelkomen. Business club, wij verkopen. Wat moet ik doen? Rekensom. Holy shit, als ik ergens heel slecht in ben, dan is het rekenen. Ja, dan is het gewoon een museum. Ik zou buiten omgaan. Om. Ja, dan gaan we dat gewoon doen. Twee mensen, twee maal, dat kan niet toeval zijn. Dus iedereen zegt het museum, dan gaan we gewoon naar het museum, jongens. Gezellig. Weet jij wel een museum? Ja, aan de voorkant toch, daar, Rob? Ja, ik weet het al. Volgens mij wel. Volgens mij is het aan de voorkant, dat museum. Ik kan natuurlijk overal liggen. Hé, daar staat wel een huis open. Zo'n klein beetje rennen, jongens. Hou je handen dicht bij elkaar. Gewoon dicht langs elkaar afrennen, dan doet het geen pijn. Hier, zullen we rechts om die auto gaan? Dan kunnen we er gewoon makkelijk omheen rennen met z'n drieën. Ik zie niks hoor. Oh wacht. 248 keer 5, ja, maar ik kan niet God. Ik kan mijn jas ook niet uittrekken. 5 keer 2. Is 10. Kun je die niet gewoon een keer afhalen? 1250, 12, dus dan is het 1240 delen door 2 en dat is... PC Museum, daar links, links. Links. Daar. Ja. Dionne heeft het antwoord 620. Tijd om het slot open te maken. Pas. Andere pas. Hier ding. Andere pas. Andere pas. Yes! Wat is het nou? J11? J11.
Dat zijn waarschijnlijk stoelvakken. Onder die heeft een nieuwe hint door. Deze stoeltjes. De volgende porto bevindt zich in vak J op rij 11. Ja. We were first. Oké. Okay. Nou, als we die museumpassen hebben, dan zitten we sowieso goed. Ik denk dat de porto dus ligt bij J11, dus de stoel. Ik loop namelijk daarheen het alfabet, dus echt als gespeeld. Schalen, er hebben hier heel veel schalen, heb ik al gezien. Hier, weer een schaal. Dus kijken wat voor schaal dat is. Nee. 2002, dat is hier niet. Jee, maar ik weet niet. Net kon ik nog letters zien. Die zie ik niet meer. Ben ik nou zo blind? Jongens. Ja, kijk nou eerst wat voor schaal het is. Dit is jeugdopleiding, dus die moet je zien, toch? Ik weet wel dat het hier ligt, ja. Hier. Ja. Hier zit het. Ja! We zijn eerste volgens mij. Dat is het toch, niet in het seizoen totaal. Nee. Team Smoor hier, wat is onze volgende tip? Dat is een schuifdeur. Super handig. Moeten we eentje omlaag. Omlaag. Jeetje. Oh. J11. Zit jij? Nee. Dat is een soort stoelnummer waarschijnlijk. Okay. Die skybox of die Mercedes stoelen waar ook er net op zat. Ja. Die heeft hij in zijn vrouw geplaatst en die Mercedes stoelen. Nee, dan kun je toch beter het stadion inlopen. Ja, gaat hier toch geen tijd voor doen? Als jij Niels mee wilt trekken, moet je niet aan die tijd trekken. Maar je gaat hier toch geen tijd staan voor doen bij een of andere plek waar je het stadion in kunt kijken, terwijl je er ook zelf in kan lopen. Slim Ivo, onder die vindt de porto. Yo, Dionne. Zoek de schaal van afgelopen seizoen. En zit daar in de buurt de volgende porto. Ja. En let op, goed zoeken. Nou, ik weet überhaupt niet wat de schaal van vorig seizoen is. Het zal wel een soort winst zijn of zo, of een fruitschaal, dat kan natuurlijk ook. En die ik kon er niet door. En deze is dik gemaakt. Nee! En dan kun je niet door, dan zijn we fucked. Hoezo, daar kan je ook binnen en daar kun je ook. Weet je zeker dat je daar doorheen kan? Ja, dat is de. Je hebt sleutels aan de padje. Klopt, weet je niet. Nou ja, ik Oh zeg. Ik ga maar weer terug naar waar we waren, want ik weet het echt niet. Ingang Business Rooms Noord. Ja, ik weet niet jongens, ik ken hier de weg niet. Ga ik die mensen vragen? Misschien is het wel een bekende trainer. Ik heb een vraagje. Ik heb een opdracht gekregen. Ik moet de schaal van het oude, nieuw, van het laatste seizoen vinden. En daar zit de volgende opdracht voor mij in. Waar? Sorry. Geen prijzenkast. Hier. Normaal. Nee, dat is een visitor. Een bezoeker. Die heeft nu een stadion tour. Do you know where the prize? I think that he is in the museum. Hier, is er een museum hier? Er is een museum. Oh my god, I'm going to look for the museum. Thank you. Deze wel? Geef een enkele hier. Waarom? Omdat dat niet de goede ingang zijn. Waar die mannen staan daar? Of die ook niet? Ik ga maar gewoon. Hey, blokjes. Ik ga maar gewoon door deze tunnel. Het museum.
Museum. Ga ik hem. Hey, ga niet goed, hè? Hoi! Weet jullie misschien waar het museum is? Een museum? Het museum waar de schaal staat. Oh, top. Dankjewel. De directie. Waar zit de directie tijdens de wedstrijd? Op is de vraag. De derde etage. Op de derde etage. Ja, een box in de grote ruimte. Hoe komen we daar het snelst bij? Rechts met de lift naar de derde etage. Top, bedankt met de lift. Zo, dan schat ons weer lopen. Even kijken, kijk eens of die open gaat, anders moet deze ervoor. Goed pasje, ja, hoppa. Ik ben helemaal gesloopt. Museum. Ja. Kijk zijn voorhoofd, zweet ruikt er vanaf. Vandaag douchen thuis? Ja, ik wil vooral deze af. Dat is het enige waar ik nou even wil. Kon je ook echt last heeft van die dunne polsjes, maar die van mij is ja, hoe zou je dan ik zeggen? Die van mij is ook strak. Oh. Maar jij doet het verkeerd. Ja, maar nee, dit kan niet. Ik kan, je kan hem niet draaien. Geloof me, ik kan die niet draaien, want anders zit ze al helemaal goed. Dit is de shop, Dionne. Je moet naar het museum. Ik heb alles in port. De telefoon is. Dat is toch hier? Dan? Toch? Efteling. Efteling. Ja, ik weet niet of dit slim is wat wij doen. Daar ligt het iets meer hier aan de voorkant op die stoelen en dan zien we het niet. Dat zou ook zonde zijn. Maar zij zijn een apart hokje met deze ding. Ja, en dat is rekenen. Ja, hoe is dat rekenen? Hoe moet je dat rekenen? Nee, hier vond je het kistje. Is er hier ergens? Moest de opdracht moest je hier vinden in de lodge of zo, ja, hier buiten sowieso. Ja, dus zoek nu op, hier heb je die opdracht. Wat staat daar op een bord? Iets verder kijken, Niels. Ja, ja. Ja, jongens, onder die is er bijna. Nee, dat is het niet. Kijk nou even naar de overkant, jongens. Geloof me. Hoi, Dionne. Onderdien, jij hebt de sleutel. Vind de kist en de diamant. Deze kist vind je in de speelstunnel bij het beste deel. En dan vind je deze hoofd. Okay, en heel fijn en succes. Kijk hoe groot die is, joh. Heeft u toevallig een rekensommetje gezien? Een rekensommetje toch wel? Ja? Nee, ik heb geen rekensommetje gezien. Dat. Heeft u misschien net al een dame met roze haren hier gezien? Nee, ben ik ook niet tegen. Mooi, maar heel erg. Verschrikkelijk. We weten waar de spelerstunnel is. Kan ik weer terug, zeker? Dit ziet er ook uit als een park. Ja, maar dat is overal hier. Dat zijn zoveel boxen. Je kan niet weten... Ja, er ligt ook wel een of andere stropdas op de tafel, maar dat heeft er denk ik niks mee te maken. Wat moesten we als eerst vinden? Wat was het? Ja, maar een rekensom, waar staat die op? Dat is ook zo vaag. Ja, dat weet niemand hier. Je hebt net zoveel al op. Maar de tunnel! Oh my god! Kan niet meer. Nee, daar zijn we niet geweest. Achter die bar hier of zo. Ja, dat weet ik, maar hier achter die bar of zo. Moet ook ergens hier gewoon iets. Ah, daar loopt ze. Vindt de kist. Oh nee, rechts onder die. Je loopt er langs. Oh my god. Serieus? Hier, rechts onder.
Yes! Oh my god. Yes! Kabam! Hij is van ons, jongens. Oh, bloed, zweet en tranen. Onnedi vindt als eerste de diamant en is de winnaar van deze diamantroof. En nou ben ik kapot. Ondertussen hebben de gasten van Smoor de rekensom gevonden. Niet wetende dat Onnedi de diamant heeft. Even bijhouden. 1000 keer 4, 4 keer 25, 1200, 8280 gedeeld door 2 is 46. Dat is goed. Ons rekenwonder Niels, dames en heren. Ons rekenwonder Niels. Opschieten, gasten. De tijd voor het klassement loopt. Oh ja, de stoelen. Ja, we moeten eentje meenemen. En dan weer dichtknallen. Wat doen we met het kistje? Dat schuiven we op een bankje. Die lag hier wel heel makkelijk. Ja. Neem de tijd, Niels. Ik denk dat je deze ketting nog niet makkelijk kapot gaat. Maar jongens, ik heb het idee dat Dion er te weinig vraagt. We hebben alles gewoon aan de receptioniste gevraagd. Die heeft ons iedere keer naar de goede plek gestuurd. Eerst het museum en nu weer hier. Ik heb het gevoel dat Dion nog niet eens bij het museum is geweest. Fuck je, museum. Maar nou nog naar stoel idee. Fuck je. Hier kan je alles zien, vak. Dat is helemaal geen vak hier hoor. K, H, J. Fuck je, J. Dat is hier weer. Kijk daar. Kunnen wij hier naar beneden? Nee, dat kunnen we niet droppen. Nee, dan moeten we hier weer even snel verkassen. Van de kist weten we ook al te staan. En nu is het nog even een kwestie van het spelletje afspelen, jongens. De kist weten we alvast te staan. Het spelletje afspelen, winnen. En let's get it. Dag. Dat vind ik een heel goed plan. Hij is al aangedraaid. Kan niet. Ja, hij is al aangedraaid. Rob, Ivo en Niels beginnen iets door te krijgen. Wat is de volgende tip? En lopen wij voor op Onnedi of niet? Hey, Niels Moor. Ik ga wanneer op gaan schieten. Je hebt de sleutel. Vind de kist en de diamant. Deze vind je in de spelersfunnel bij het S-gedeelte. Sleutel. Sleutel? Hebben jullie nog geen sleutel? Ja, onder die heeft hem al waarschijnlijk. Ja, onder die heeft hem. Maar waarom niet naar de kist gaan? Heb jij naar de kist hier gaan? Ik nee, want misschien weet je niet waar die kist staat. Want wij weten wel waar die kist staat. Ja, dat kan. Ze race tegen de klok. Niet zo'n kist. Wedden dat die kist leeg is? Wedden dat die leeg is? Ja, sowieso leeg. Dat is leeg. Waar is ze? Kom maar tevoorschijn. Wacht, misschien is er nog een tip of iets. Kijk eens. Kom maar tevoorschijn. Nee, we hebben gewoon verloren. Ah. Eerste meisje die meedoet en jullie verliezen ervan. Ja, maar ja, schot onder. Ah. Inderdaad, Dionne. De jongens konden niet tegen je op. Je wint deze roof. Tijd voor de ranking. Wie wordt de snelste tegenstander van Team Smoor? Smoor is het nulpunt. Dionne was 372 seconden eerder aanwezig bij de diamant. Vorige weken zagen we dat Dylan en Gio er langer over deden. En daarom plaatsen we Onnedi bovenaan. Zij is de nieuwe koploper. Tot volgende week.